De boom is een oud symbool voor kennis en wetenschap. Dit is het huidige beeld. Onze aandacht gaat spontaan naar de vruchten, symbool voor haar toepassingen, zoals ledlampen, biosensoren en zelfrijdende auto's. Wat is er nodig voor een goede oogst? Alles begint bij de wortels. Zij staan voor fundamenteel onderzoek dat zoekt naar dieper inzicht. Om die wortels gezond te houden, moeten we voor een goede bodem zorgen, het grondwater peilen en waar nodig aanvullen. Dat betekent financiering voorzien voor fundamenteel onderzoek, waar toepassingen op steunen. Sommigen zoeken hun heil ook in kunstmest. Zij zien wetenschap als een intensieve plantage. Maar wetenschap is meer. Er is ook een duurzame boomgaard nodig. Hier exploreren wetenschappers vrij de hele ruimte aan mogelijkheden, zonder extern opgelegde doelen of performantieindicatoren. Voor een moonshot moeten wortels dieper doordringen. Daar laven ze zich aan natuurlijke bronnen, passie, nieuwsgierigheid, collectieve verbeelding en dromen. Ja, wetenschap wortelt deels in magie. Dingen die kinderlijk lijken zijn ook nodig voor het ecosysteem. Een boomgaard lijkt zelfregulerend, maar de ruimte ervoor staat onder druk. Dus als we een gezonde balans willen behouden tussen plantage en boomgaard, dan moeten we zorgen dat er vrije ruimte overblijft en niet één kant al het grondwater opslorpt. Als we enkel de efficiënte productie van grote, sappige sinaasappels voor ogen houden, dan lijkt diversiteit overbodig. Zouden we daar niet beter ook monocultuur van maken? Maar wat als er een ziekte uitbreekt en er geen bestuivers meer komen? Of als er een behoefte ontstaat aan iets anders dan sinaasappels? dan is het goed om een buffer te hebben van wilde variëteiten. Stel je eens voor dat we zouden zorgen voor de bodem en geduld oefenen. De waarde van het zorgen voor deze boom zit niet enkel in de oogst. Aandacht voor het proces leert ons de waarde van nieuwsgierigheid en helderheid, het opendeuren naar nieuwe perspectieven, een kettingreactie aan nieuwe ideeën waarvan de uitkomst niet te voorzien is. Meer dan ooit hebben we zo'n boom nodig midden in onze samenleving. Een schaduwrijke plek om rustig na te denken. Ja, om technologie te oogsten, maar ook om te reflecteren over wat die technologie met ons doet en waar we echt naartoe willen. Als we haar wortels voeden, bloesemt de wetenschap en zal ze vruchten dragen voor onze en de volgende generaties. Het beste moment om in wetenschap te investeren was twintig jaar geleden. Het tweede beste moment, dat is nu.